De eerste fase van de bouw van de 4 windmolens in het windmolenpark Nijmegen-Betuwe is bijna voltooid. Het windmolenpark kwam tot stand dankzij financiële bijdrage van zo'n 1500 Nijmegenaren. We zijn halverwege, denk ik, het bouwproces. We zijn nu vooral bezig met de grondwerkzaamheden tot aan de zomervakantie. Na de zomer gaan we de windmolens bouwen. Zoals je ziet, of op de locatie kunt zien, we zijn halverwege. Je kunt nu nog één keer in de grond kijken voordat we alles dichtgooien en het gaat functioneren. Dus we liggen op koers en het gaat de goede kant op. Vandaag, maandag, hebben we 2 fundamenten gestort. Komende woensdag storten we de 3e en pas na de open dag de 4e. Dus een beetje de laatste kans om nog een keer in een fundament te kunnen kijken. Onder elk fundament zitten 22 palen van 22 meter diep. Dat is stap 1. Daarna wordt er rondom een fundament een ankerkooi geplaatst en wordt het vlechtwerk gedaan. Daarna wordt het volgestort met beton. En naast vooral wachten. Een week of 6 wachten tot de fundatie op sterkte is, voordat de molen erop kan. Vanaf hier naar het Waalsprong is ongeveer al ruim 1,5 kilometer, 1,7 kilometer. Hier op de site zelf leggen we denk ik ongeveer 2,5 kilometer aan kabel. De volgende stap is dat we eerst met vakantie gaan. En gelijk na de zomervakantie, of nog eigenlijk in onze zomervakantie, vanaf 15 augustus, dan wordt de boel hier opgeruimd en dan komt de molenfabrikant, die komt de molens brengen. En dan gaan we echt molens bouwen. De molens worden 150 meter hoog naar de tip, 100 meter masthoogte en de wiek is 50 meter per stuk. Ze gaan ongeveer 25 miljoen kilowattuur stroom produceren. En dat zijn die 7000 huishoudens equivalenten. Dit weekend mogen geïnteresseerden een kijkje nemen op het terrein.